Ja, ik ben helemaal klaar om met een nieuw doek te beginnen. Hij staat al klaar. Ik heb hem opgehaald bij Harrods. Heel mooi speciaal linnen. CL109 heet dat. Het heeft een hele mooie structuur. Ik vind zo'n wit doek vind ik op zich al prachtig. Ik kan heel erg genieten van de structuur van zo'n mooi nieuw doek. Oh, heel fijn om met zo'n prachtig, speciaal geprepareerd doek om daarmee te beginnen. Dan maak ik mijn spulletje klaar met mijn geklutst ei. Ik voel me altijd een beetje als een gifmengster. Ei, water, vernis gaat erin en lijnolie. En dan moet dat heel flink geschud worden. En dan heb ik een prachtig medium om te mengen met mijn pigmentpoeders. Ik heb hele mooie pigmenten erbij. Ik heb ook het gevoel dat het een heel mooi doek gaat worden. Ik heb me verdiept in de Inca's en in de tijd dat de Inca's hun goud in het meer gooiden. Toen de Spanjaarden kwamen, hebben de Inca's hun goud in het Titicaca-meer gegooid. En daar ligt het nu. Dus ik wil iets maken met goud en iets van de bodem van de oceaan. Zo gevoel. Maar ik begin altijd eerst met een egale ondergrond. Want eerst moet dat witte doek een bodem hebben. En dan ga ik op mijn gevoel wat vormen maken. Er moet iets komen van ronde bollen. Een soort, het heeft ook met de zonneschijf te maken. Dat, ik heb nog niet een echt plan, maar wat ik weet is het moet rond worden. En het moet prachtig goudgeel moet het worden. Maar eerst moet er een beetje een rustige ondergrond. Oker. Ik ben zelf altijd heel benieuwd van hoe het proces zich gaat voltrekken. Ja, intussen is dat de ondergrond voor het geel is heel fel. Maar dat ga ik helemaal nog verzachten, want ik wil ook een mysterieuze sfeer creëren. Er zijn hele mooie vormen ontstaan. Ook een prachtig proces om zelf daarmee bezig. Het roept me een gevoel op van de alchemisten en het aloude proces van hoe verander je lood in goud? Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat hele proces, daar gaat het uiteindelijk om. Dat wisten ze in de middeleeuwen, de alchemisten, maar die Inca's wisten dat ook. Omdat het erom gaat om jezelf van het materieel iets iemand met gouden energie, met spirituele energie te veranderen. Prachtig om al schilderend zo dat hele proces te kunnen meemaken. Het is goed gelukt om die mysterieuze sfeer, zo die diepgaande sfeer te treffen. Heel diep in de oceaan liggen nu die gouden schijven te wachten voor wie ze ontdekken wil. Voor wie het begrijpen kan.